Aan tafel, oud-vicepremier, minister van Economische Zaken, D66-erelid, oud-commissaris van de Koningin Jan Terlouw. Welkom. Dank. Hoe gaat het met u? Goed. Nu wel? Ja, ik, ik ben voor het eerst van mijn leven in januari heel ziek geweest. En voor het eerst van mijn leven in een ziekenhuis met een zware longontsteking. Maar Ik ben weer helemaal genezen. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? Uh, acht dagen. En. Ja, u zegt januari. Ik ging meteen tellen toen u dat net zei voor de uitzending. Weet u of u corona heeft gehad of niet? Ik denk van niet. En mijn huisarts denkt ook van niet. Dat het net te vroeg was. Ja. Dus u bent het ziekenhuis ingegaan. Nu liggen de ziekenhuizen boordevol. Heeft u in die zin een beetje geluk gehad dat u op dat moment uh, die longontsteking. Ja, had? misschien wel. Nu heb ik niet op de intensive care gelegen hoor. Want er was niet echt plek en het was ook niet echt helemaal dringend, dus dat hoefde niet. Nee. Um, veel van uw leeftijdgenoten. die zitten in lastige omstandigheden. Bijvoorbeeld nee. in, in verpleeghuizen. Geen bezoek meer ja. van kinderen, uh, lastig. Wat hoort u daarover in uw omgeving? Nou, mijn, mijn eigen ongemakken zijn ontzettend klein. Ik, ik woon buiten. Ik heb heel goede hulp in, in huizen, in de tuin. Maar als je in zo'n verpleeghuis zit. Dan is dat anders. Het is ook anders als je economische problemen hebt, natuurlijk, als je dierbaren verliest. Maar in die verpleeghuizen, wat ik zo hoor, daar wordt toch heel wat geleden. Mensen die eenzaam zijn. Mijn fantastische huishoudelijke hulp vertelde me van de week het volgende: Eigenlijk wat komisch is deze dat. Ze zei: Ja, ik stond buiten en mijn vader in het verpleeghuis stond op het balkon, eerste verdieping. En hij zei: Ik spring eraf. Want ik mag mijn kamer niet uit. De ziekte heerst helemaal niet hier. Maar we mogen elkaar niet zien en niet samen koffie drinken. En ik spring eraf. En zij had gezegd: Nou, doe maar niet. Want de eerste verdieping, dat werkt niet. Je breekt hoogstens een been. En dat is dan alleen maar lastig. Yeah. <laughs> en toen had hij gezegd: Nou, dan knoop ik de lakens aan elkaar. En dan laat ik mezelf in de vrijheid zo. Ze dus zei: Wacht even, wacht even. haal ik de camera, ga ik het filmen. <laughs> maar goed, je kunt er met humor naar kijken. Maar er yeah. wordt heel wat afgeleden. En. Ik zou toch hopen dat in huizen waar de ziekte helemaal niet is, dat de maatregelen wat versoepeld kunnen worden. Ik hoop dat het RIVM in die richting ook wil nadenken. Hoe kunnen we dat doen? Want het is echt heel moeilijk voor veel mensen. Is het te streng, denkt u op dit moment? Ach, daar durf ik geen oordeel over uit te spreken. Maar als ik denk, nou, al wekenlang is die ziekte daar steeds niet. Kan dat dan niet wat soepeler met bezoekregelingen en met elkaar kunnen zien? Nogmaals. Ik kan het niet beoordelen, maar ik hoop dat het RIVM daar ook eens even goed over wil nadenken. U heeft kinderen, u heeft kleinkinderen. Kunt u zich het leven voorstellen als opa en als vader dat er niemand meer bij je aan de deur mag komen? Nee, het is afschuwelijk. Ik heb na die acht dagen ziekenhuis heb ik een paar dagen in een zorghotel gezeten. Ik werd ontzettend goed verzorgd, maar dat wil je niet. Je wilt je dierbaren zien. En goed, dat, nu gaat dat op afstand allemaal best. En ik zie mijn kinderen en kleinkinderen en we knuffelen niet. Maar ik heb echt niks te klagen. Van mij zijn alleen de, de gastcolleges, de toespraken weggevallen. En vooral heel veel wat voor 4 en 5 mei werd voorbereid. U, uw boek, befaamde boek Oorlogswinter, zou uh, op toneel dat komen? Zou op toneel komen, maar heel veel andere dingen. Ik ben betrokken bij heel veel van die gebeurtenissen. Ja, dat is allemaal weggevallen. Wat vooral voor de organisatoren natuurlijk een ellende is. Met maar ook naar u. U bent een, een druk bezet man, een veelgevraagd spreker. Nee. Uw agenda is ook helemaal leeg. Ja, ja. leeg. Um, u zegt, ik heb niks te klagen. U behoort tot, tot de risicogroep met 88 jaar. Bent u bang voor, voor dat virus? Nee, ik moet het niet krijgen. Dat is duidelijk. Nee. Maar dat is in mijn omstandigheid is dat heel erg goed te doen... Maar ik denk wel met DNS aan mensen die economische problemen hebben en geen kleine. Die, dat is moeilijk. Kijk, ik heb, ik heb een, een veilig pensioen. En dat geldt voor veel gepensioneerden. Als je een veilig pensioen hebt, dan zeg je, nou ja, het is ongemakkelijk enzovoort. Maar je zult maar bij zitten hè, dat je ziet dat je restaurant leeg is en dat je Schouwburg leeg is. <tacht> We hebben het zo meteen met Ramsey Nasser over. Want het is natuurlijk mooi, de, de hulpmaatregelen en de pakketten die er zijn. Maar op de lange termijn, uh, red je het dan niet mee, denk ik? Hè? Ik weet het niet. Er, er wordt dus voorzien in een enorme crisis. Denkend aan de dertiger jaren, eind 20er jaren. Daar hebben we natuurlijk wel heel veel van geleerd. We hebben van geleerd dat een te grote financiële uh, oplossing kan leiden tot hyperinflatie. We hebben geleerd dat de Keynesiaanse oplossing, niet bezuinigen maar uitgeven, enorm kan helpen. Dat wordt gedaan trouwens in Nederland en wereldwijd. Ik vind dat het kabinet heel verstandig handelt, wat ik kan zien. En weet je wat ik ook zo interessant vind? Dat de rolpatronen, die worden weer wat steviger in Nederland, zie je gebeuren. In welk opzicht? Een kabinet moet maatregelen nemen, moet regeren. Dat doet het kabinet nu. Voor zover mogelijk doen ze dat. En voorzichtig. En de bevolking lijkt te vinden, oké, okay, dat is fijn. En dat doet mij denken aan de watersnood, de dreigende watersnood in 1995. Toen was u commissaris van de Koningin in Gelderland. Ja, en wij moesten besluiten dat heel veel mensen moesten evacueren. En dat deden de mensen, gedisciplineerd, keurig deden ze dat... En het is de enige tijd in mijn politieke en bestuurlijke loopbaan geweest dat ik brieven kreeg met de toonzetting: nou, we waren blij dat er een overheid is. Die zegt dit gaan we doen, en dat doen we niet. U bent in die tijd, als je het goed doet, tenminste, dan bent u het anker voor mensen waar ze ja. naar kunnen kijken. van er is gelukkig ja. iemand die een beetje let op de boel. Ja, mensen liepen over de hoge dijken en zagen daar enorme watervlakten... en daar hun huis in de diepte mm -hmm. en dachten, wat moet ik doen? Ja. En dan komt er een overheid die zegt, ja, nu evacueren. Dat vonden de mensen fijn. Je ziet, het parlement controleert op hoofdzaken op het ogenblik. Voor kleinigheden is het geen tijd op hoofdzaken. Ze denken goed na, is zo'n app verantwoord? Ja of nee? Zoals het hoort. En je ziet, weet je wat ik ook zo mooi vind? Ik hoor geen politici meer zeggen, ik geloof de wetenschap niet... Dat is me een gruwel. Als het is wel eens anders zeggen. geweest, ook in Nederland. Ja, ze hebben in Amerika een goed voorbeeld. Maar in Nederland hoor je het ook. Ik geloof de wetenschap niet. Politici begrijpen nu weer beter dat ze niet in staat zijn om een wetenschappelijk debat te voeren. Daar hebben ze de expertise niet voor. En daar zijn ze ook niet voor. De taak van een politicus is om de resultaten van de wetenschap met de marges van onzekerheid te vertalen in maatregelen naar de samenleving toe. En dat zie ik nu gebeuren. En dat, dat doet me goed. Ja. U zegt, uh, ik heb zelf die ervaring tijdens de dreigende watersnood in de Betuwe toen in 1995. Populair, Bij uh, minister-president Rutte is ontzettend populair op dit moment. Maar hoe kwetsbaar is het? Want je ziet ook... Dat er op sommige plekken kritiek begint te komen. Ja, die, die mondkapjes en die handschoenen ja. en die verpleeghuizen waar we het net over hadden. Ja. Er is helemaal geen voorziening getroffen om mensen die ontzettend kwetsbaar zijn. om die te beschermen en om personeel goed uit te rusten. De, die kritiek komt nu. Ja. Hoe kwetsbaar is de situatie van pre premier Rutte en zijn kabinet? Nou, dat is, dat is een goede reden om eens goed na te denken over marktwerking in de zorg. Mm -hmm. Ik ben daar altijd tegen geweest. En ik, ik zie het nu weer bevestigd. De markt heeft geen zin in grote voorraden mondkapjes enzovoort, want dat kost geld. Dus dat is ook een regelrecht gevolg van marktwerking in de zorg, die ik verfoeilijk vind. Maar goed, dat is mijn politieke opvatting. Het kabinet is, gaat tastenderwijs voorwaarts en heeft te maken met de ontwikkelingen van het virus, maar heeft ook te maken met, zoals je zegt, de reactie van de bevolking. Ja. Wat kan de bevolking aan en wat niet? Waar staan we nu op dit moment? Want ik zei het net al, de glans kan er snel afgaan, ook bij een kabinet, ja. ook bij een premier. Ja. Waar zit het als het gaat om het geduld van de mensen thuis? Ja. En dat is dus een van de taken van het kabinet, om dat mede te toetsen. Wat kan de bevolking aan? En daar waar het moeilijk wordt voor de bevolking, zoals in die verpleeghuizen, maar ook in de economie. Hoe kan ik voorzichtig proberen om het te versoepelen? Vraag het ook aan de wetenschap. Kijk zelf: de wetenschap heeft ook grote marges van onzekerheid. En gaat tastenderwijs voorwaarts. Ook rekening houdend met hoe de bevolking reageert op wat het kabinet doet. Tot dusver heb ik geen klagen hoor. Ik vind dat het kabinet het verstandig doet. Maar het wordt heel moeilijk in de komende tijd. Bij de ja, omdat mensen zullen vinden dit kan best soepeler en dat het kabinet zegt. Nou ja, ik vind dat nog te gevaarlijk. En daar moet je dan een evenwicht in vinden. En dat is denk ik heel lastig. Je ziet nu in Amerika, daar zijn mensen in opstand aan het komen en demonstreren ja. bij de gouverneurs uh, ja. van we willen weer werken. En ja. jullie moeten zorgen dat de boel open gaat, want we gaan kapot. We hebben geen werk meer, geen salaris meer. Het kan ja. zo niet langer. Ja, dat is daar moeilijker. Omdat de voorzieningen van de overheid slechter zijn dan bij ons. We zijn beter af hier. We zijn veel beter af. En Amerika is wat dat betreft ontzettend achtergebleven... in een sociale samenleving. Dus dat is moeilijker. En wij hebben dat veel beter gedaan. En daar zie je nu het gunstige resultaat van. Maar ook bij ons zal het komen. Mensen zeggen, ja, maar ik wil dit niet meer. Ik wil mijn, mijn zieke moeder bezoeken. Ja. Waarom mag dat niet? Het heerst daar niet. Ja. Dat ga je krijgen. En je gaat mensen zeggen, nou, moet je kijken... hoe ik mijn restaurant inricht. En daar kunnen best weer mensen in komen... Er zal druk komen. Ja. En dan zal dus de overheid voorzichtig voorwaarts moeten gaan. Rekening houdend met al die dingen. En dat is niet simpel. U bent de auteur nee. van uh, Oorlogswinter. Dat zei ik net al. Deze situatie waarin we nu zitten wordt door heel veel mensen vergeleken met we zijn in oorlog. Je hoort het politieke leiders zeggen. U heeft de tijd meegemaakt van de Tweede Wereldoorlog. Vindt u die overeenkomst? Uh, begrijpt u hem? Is het terecht? Nou, ik vind het op één punt in ieder geval terecht. En dat is dat het. Dat het weer een voorbeeld is dat hoe langer hoe meer de problemen internationaal zijn, mondiaal, terwijl de regeringen lokaal zijn gebleven, landelijk zijn gebleven. Je ziet dat met het klimaatprobleem, je ziet dat met de enorme verschillen in welvaart die wereldwijd optreden al 30 jaar. Je ziet dat bij het vluchtelingenprobleem en nu zie je het bij dit virusprobleem. Een, een mondiaal probleem. Wat door nationale regeringen moet worden opgelost. En het is dus ook een, een heel belangrijke stimulans om veel meer internationaal te proberen de dingen te regelen. Dat zou het effect kunnen zijn van deze coronacrisis? Dat, dat zou kunnen. Ja. Dat je veel dat Europa sterker wordt op punten waar het noodzakelijk en nuttig is. Mm. Dat we veel meer internationaal gaan handelen. Want kijk, dit gaat voorbij, hè? Mm -hmm. En dan de grotere problemen zullen er dan zijn. Het klimaatprobleem is veel groter dan de mensen beseffen. En als we zouden kunnen bereiken dat bij de oplossingen daar ook meer ruimte komt. om daar internationale oplossingen voor te vinden. dan zouden we toch nog winst kunnen hebben uit deze crisis. Jan Terlouw, ontzettend bedankt dat u hier was. in Leven en Welzijn. Ik wens u een mooie zondag alvast.